aflevering gaat een jager op zoek naar een prooi aan de hand van vragen en doe-opdrachten. Maar daarvoor laat hij eerst twee prooien gaan. Hier zijn de prooien. Jongens, kom ze maar halen. Naar een intelligente vrouw, zelfstandig ook, en met gevoel voor humor. Hopelijk zit ze tussen deze drie kandidaten. Oké, we kunnen beginnen. Dag dames. Stel jezelf eens voor. Wie ben je, wat doe je en wat zoek je zeker en vast in een man? Een man moet vooral sexy zijn, mooie brede schouders en een zoele mond. Oké, mevrouw Hofman. Ik heb hier al veel schone jongens gezien, eerlijk gezegd. Met stoere borsten, ik zou hem eigenlijk niet willen vinden. Ik ga vooral voor het intellect. Oké, nu we deze informatie weten over de drie overblindende dames, kunnen we verder naar de eerste ronde. Bij de eerste ronde zullen de drie dames 7 verschillende vragen van Jonas krijgen en daarop gaan ze moeten antwoorden. Rob of Ronder? Rob. Lekker snel of lekker traag? Traag is mooi. Ochtendmens of nachtmens? Ochtendmens. Kama Sutra of Bijbel? Sneller. Tussen. Ware liefde of goede seks? Ware liefde. Vechten of uitpraten? Vechten. Liefde of geld? Liefde. Volgende, langs voor of langs achter? Langs voor. Stijl of lenig? Lenig. String of onderbroek? Onderbroek. Maatverband of tampon? Tampon. Sixpack of lekker kontje? Sixpack meer lekker kontje. Verstand of schoonheid? Oei, verstand. Bier of cocktails? Bier. Het volgende, heet of koud? Heet. Seks of alcohol? Seks. Stoere Bink of Slimme Jan? Slimme Jan. Klein en dik of groot en mager? Groot en mager. Geschoren of ongeschoren? Ongeschoren. Schurken of scheten? Geen nu van de twee. Goed maak seks of koppig blijven? Seks. Bij de tweede ronde gaan onze drie kandidaten ons hun danstalenten tonen. Allemaal op hetzelfde liedje, één per één.
al tijd om iemand naar huis te sturen. Jonas, welke kandidaat stuurt u naar huis? Kandidaat nummer 1. Gebleven zijn, kunnen we voort naar onze laatste ronde. Bij de laatste ronde mogen de twee overblijvende kandidaten telkens 3 nummers opzeggen die overeenstemmen met de vragen die Jonas zal stellen. Drie. Wat is je favoriete lichaamsdeel? Zoveel lichaamsdelen. Je favorietste? Mijn hoofd misschien? 1. Wat is uw beste versiertruc? Taart om bakken. 5. Slaap je met pyjama, enkel lingerie of helemaal naakt? Dat hangt af van bijvoorbeeld het seizoen. 2. Welke troetennaam zou jij aan je man geven, buitenschat of liefje? Bules. Zo heet hij. Zes. Met wat slaap je in de zomer? Ja, nu op de middel. Soms met mijn hond. De laatste. 10. Hoe zou jij je man controleren als je hem niet zou vertrouwen? Controleren. Als je hem niet vertrouwt. Ah, controleren. Dat is een moeilijke, hè. Ik zou beginnen met zijn gsm te controleren, want hij werkt bij Belgacom, dus hij stuurt vele sms'jes. Zijn zakken van zijn kostuum. En de kilo's op de weegschaal. Maar hoe zijn we met 3, zou hij veel kilo's verliezen, denk ik. Oké, alle rondes zitten erop. Nu is het tijd dat u de kandidaat kiest met wie u op reis zal gaan. Welke kandidaat zal dat zijn? Ik ga voor kandidaat nummer 3. Mevrouw, u mag naast de wand gaan staan. En mevrouw Hofman, u mag afscheid komen nemen. En Jonas, aangezien jij je vrouw hebt gevonden, mogen jullie een reis kiezen. Kiezen. Dank je. En wat wordt het? Zit daar geen in? Oostende! Blind date en tot de volgende keer.